Parijs rond 1900. Twee kunstenaars hebben elkaar ontmoet. Het zijn Claude Debussy en Pierre Louis. Au pur du bassin, miroir immobile, dis-moi ma beauté. Militis, ou qui que tu sois, Tétis peut-être ou amphitrité, tu es belle, sache-le. Ton visage se penche sous ta chevelure épaisse, gonflée de fleurs et de parfums. Pierre Louis, die een schitterende cyclus heeft geschreven, Les chansons de Militis, was erg onder de indruk van de muziek van Debussy. En Debussy kende een aantal van die gedichten. En hij heeft deze gedichten in de beroemde driedelige chanson de Militis vormgegeven. Tes paupières molles s'ouvrent à peine et ta flanc sont là des mouvements de l'amour. Ton corps fatigué du point de ta sein porte les marques fines de l'ongle et les taches bleues du baiser. Tes bras sont rougis par l'étreinte. Chaque ligne de ta peau fut aimée. In opdracht van een van de leden van het salon waartoe hij behoorde, componeerde Claude Debussy een prachtig stuk dat uiteindelijk meerdere van de gedichten van Pierre Louis bijeen heeft gebracht en waar hij een soort geïmproviseerde partituur voor heeft geschreven voor Celesta, twee fluiten, twee harpen en declamatie. Au clair du bassin, ta fraîcheur repose, reçois moi qui suis là sans effet. Emporte le fard de mes joues et la sueur de mon ventre et le souvenir de la nuit. In 1901 was deze compositie een experiment. In 2012 wordt het opnieuw uitgevoerd. Weer voor liefhebbers van poëzie en muziek. Evenals toen.